Dank jullie wel. En Manon en Biene, wat een mooie introductie. Dank je wel voor de warme woorden. En ik sta toch elke keer ook weer versteld als een 14-jarige leerling voor zoveel mensen. We zijn hier met 1600 mensen bij elkaar. Even een strak verhaal verteld over vakoverstijgend werken. Ik kan dan ook alleen maar tegen de zaal zeggen, over wat ik ga zeggen, mag je me de hele dag aanspreken. Welkom. Welkom, fijn dat jullie hier met z'n allen zijn. Ik zei het, 1500, 1600 mensen in deze zaal. Een zaal die voor velen van jullie bekend is. En dat is een record. Een record aantal inschrijvingen, een record aantal deelnemers. Dus je kunt ermee thuiskomen. Je kunt vanavond of morgen op school zeggen, ja, ik was erbij toen de VO-raad met dat congres in 2019 nog meer mensen wist bijeen te brengen. En waarom? Misschien wel voor dit thema. Het thema van het curriculum. En dat zou mooi zijn, want er is nog veel meer beweging op de scholen nodig om het debat over het curriculum en de curriculumherziening op een bepaald moment te voltooien. Dames en heren, ik ga een iets ander verhaal vertellen als dat u van mij gewend bent. Ik wil u meenemen in een aantal gedachtes over de ontwikkelingen van ons onderwijs op de wat langere termijn. En dan heb ik het eigenlijk over de periode van nu tot, laten we zeggen, 10, 15 jaar verderop, op weg naar 2030. En die gedachtes, die zijn niet ontstaan vanuit het kantoor van de VO-raad. Die gedachtes, die zijn ontstaan vanuit de vele gesprekken die wij op de scholen hebben. De vele en regelmatige en intensieve gesprekken die wij hebben gehad met onze collega's in het basisonderwijs, in het mbo, in het ho en in en op de universiteiten. Wij hebben intensieve gesprekken gehad met onze collega's van de vakorganisaties en met wetenschappers. En daar is een idee uit ontstaan wat ik met u zou willen delen over het toekomstige onderwijs. Daar is het idee ontstaan dat we meer dingen samen moeten gaan doen en aanpakken. Dat we met elkaar voor een aantal fundamentele uitdagingen staan die ik zou willen benoemen. Maar er is ook het idee ontstaan, niet in de laatste plaats, ook vanuit bijvoorbeeld adviezen van de onderwijsraad. Ik denk aan het laatste onderwijsraad van advies begin deze maand over de differentiatie in het stelsel en de noodzaak om een aantal onderdelen in ons onderwijsstelsel nog eens heel grondig te heroverwegen. Dat alles met elkaar brengt mij bij dit verhaal. Een verhaal wat gaat over urgentie. Een verhaal wat ook gaat over het benutten van het momentum. En ik zal dat proberen in drie elementen op te bouwen. Kort iets te zeggen over wat je de analyse zou kunnen noemen van de situatie waar we nu staan. Als tweede iets te zeggen over het denkend perspectief over waar zouden we dan over die langere termijn, waar zouden we dan willen komen? Waar willen we naartoe? En tot slot de derde vraag, hoe komen we daar dan? Als we kijken naar het onderwijs van nu en de fundamentele uitdagingen waar we voor staan, dan weten we natuurlijk allemaal dat de samenleving razendsnel verandert. Er is sprake van individualisering, er is sprake van digitalisering, er is sprake van internationalisering, er is sprake van segregatie in onze samenleving, er is sprake van een verandering op de arbeidsmarkt, omdat wij nog niet weten welke vakken straks, beroepen straks beschikbaar zijn voor de leerlingen die wij op dit moment opleiden. En die veranderingen vragen onder andere de herziening van ons curriculum, omdat we ons elke keer in het onderwijs moeten verhouden tot die maatschappelijke ontwikkelingen. Er is de context waarin onze mensen dag in dag uit het onderwijs geven. En die is lastig en ingewikkeld, bijvoorbeeld als gevolg van de krimp. De krimp tussen nu en 2030, 12% minder leerlingen en na vernant minder inkomsten voor de scholen. Er is een oplopend lerarentekort in het basisonderwijs, enorm, en bij ons in onze sector een oplopend lerarentekort in een aantal vakken. Er is sprake van een situatie waarin ons stelsel van oudsher toch sterk gesegmenteerd is in wetten, in raden, in alles wat u maar kunt bedenken, PO, VO, MBO, HBO en WO. Kijken wij naar het perspectief van de leerling,
dan zien we dat die leerlingen op 12-jarige leeftijd een advies krijgen. Dat is vroeger selecteren dan bijna waar ooit in de ons omringende landen. En dat staat op gespannen voet met een thema wat wij veel met elkaar bespreken op de scholen. En dat is het vraagstuk van de kansengelijkheid. Er is het thema van de te weinig gemotiveerde leerling. Ja, gemotiveerd om voor vrienden en vriendinnen naar school te gaan, maar te weinig vanuit het onderwijs. Het boeit te weinig. Wij spraken met vakorganisaties en wetenschappers op een bepaalde avond uitgebreid over dit thema. En toen zei een van die wetenschappers, ik zeg erbij, het was niet het zonnetje in huis, maar hij zei, er is sprake van talentverspilling van epische omvang. Tikkeltje overdreven misschien, ik zou dat zelf anders geformuleerd hebben, maar hier wordt toch misschien wel de vinger op de zere plek gelegd. En dan is er natuurlijk ook de uitdaging voor u, voor leidinggevende. U geeft leiding aan een school, u bestuurt een instelling in een stelsel waar eigenlijk de prikkels nog gericht zijn op concurrentie, maar de samenleving steeds meer samenwerking vraagt. U geeft leiding aan scholen in een situatie waarin iets algemener gesteld, het imago van instellingen en ook publieke instellingen, laat ik het netjes formuleren, voor verbetering vatbaar is. Dat geldt ook voor het beroep. Dat imago, dat moet omhoog. En natuurlijk, het is onderdeel van een meer algemeen verschijnsel, maar tegelijkertijd moeten wij ook ons realiseren dat we onderdeel van de oplossing zijn van de uitdagingen waar wij vandaag de dag voor staan. Dat alles met elkaar roept natuurlijk de vraag op, presteren we dan onvoldoende? En het antwoord is nee. Er wordt dag in dag uit op de scholen in een ingewikkelde context hard gewerkt om het optimale eruit te halen. En ik vind dat we daar onze ondersteuners, onze leraren en ook u als leidinggevende veel waardering voor moeten uitspreken en voor moeten blijven uitspreken. Daarbij, sprekend over die leraren, daarbij is één ding niet nodig. Kijk, gaan er dingen niet goed op de scholen, dan spreken we elkaar aan. En dat moet op schoolniveau gebeuren. Maar insinuaties over indoctrinatie laten wij graag achter ons. Een meldpunt hebben wij niet nodig om verbeteringen op de scholen te realiseren. Een meldpunt over indoctrinatie is een idee wat uitgaat van verdeeldheid, terwijl wij dat niet nodig hebben. Is een idee wat gaat over onveiligheid in de klas, terwijl we dat niet nodig hebben. Het is een idee wat gebaseerd is op wantrouwen en wij met elkaar werken graag aan vertrouwen, ook op de scholen. Dat laat onverlet, dames en heren, dat wij op al die tafels waar wij spreken, natuurlijk spreken over lerarentekort, natuurlijk spreken over krimp, natuurlijk spreken over kansengelijkheid. Maar we doen dat eigenlijk op een wat versnipperde wijze. We doen dat geïsoleerd. We doen dat veelal vanuit ons eigen belang in eerste instantie. En de vraag is, kan dat niet beter? Er zijn mooie voorbeelden, zoals de herziening van het curriculum, waarin wij met elkaar in een soort idee van teachers in the lead, 150 leraren die samen met schoolleiders in het hele funderend onderwijs bezig zijn om na te denken en hele concrete voorstellen te doen. U gaat daar de komende weken en maanden nog veel meer over horen, over hoe dat nieuwe curriculum er voor het funderend onderwijs uit zou kunnen zien. Maar we doen dat ook met input vanuit de mbo's, vanuit het hoger beroepsonderwijs, vanuit de universiteiten, omdat onze leerlingen daar naartoe gaan en wij dolgraag willen weten van hen, wat verwachten jullie van onze leerlingen, zodat we meer vanuit de keten en minder vanuit de eigen sector of vanuit alleen het funderend onderwijs kunnen werken. En dat is een mooi voorbeeld. En wij realiseren ons dat we die versnippering zouden moeten overstijgen. Wij realiseren ons dat wij als VO-sector
de enige sector zijn die verbonden zijn met het basisonderwijs aan de ene kant en met het mbo, het hbo en de universiteiten aan de andere kant. En dat is een verantwoordelijkheid die met zich meebrengt dat we het initiatief kunnen nemen om met elkaar te kijken of we op het goede manier, meer in samenhang, vanuit een visie op de langere termijn, ontwikkelingen in het onderwijs van een antwoord kunnen voorzien. En daarbij leerlingen, als we het niet doen, tekort doen. En als we het wel doen, onze kinderen, leerlingen en studenten beter kunnen helpen. De vraag is dan, hoe ziet zo'n visie eruit? Wat is dan het wenkend perspectief? En als je dat bekijkt vanuit het perspectief van de leerling, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, wat die leerling nodig heeft is eigentijds onderwijs. Is meer regie over het eigen leerproces. En als we dan inzoomen op dat eigentijds onderwijs, dan zou je kunnen zeggen dat de hele beweging naar talentontwikkeling op die scholen een begin maakt en doorgezet zou moeten worden. Dat dat vraagt om het anders organiseren van het onderwijs. Dat dat vraagt om het anders toetsen en afsluiten. Vorig jaar heb ik hier uitgebreid gesproken over dat we nodig is anders moeten aankijken tegen de afsluiting van ons onderwijs en de examinering. En het zijn precies die elementen die ook in de curriculumherziening terug moeten komen. Waarbij de aandacht voor brede vorming, persoonsvorming en socialisatie, de andere verhouding in de drieslag van het onderwijs die u allemaal kent, heel belangrijk is. Het een herziening moet zijn voor het hele funderend onderwijs en dus niet alleen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar voor het hele voortgezet onderwijs met een nieuwe visie op toetsing en examinering. En meer regie voor leerlingen zal de motivatie van die leerlingen ook doen toenemen. En hier werd net een heel mooi en concreet voorbeeld gegeven. Maar er zijn meer mooie voorbeelden. Ik denk dat u het zelf herkent in uw eigen scholen. Kijk naar hoe er op dit moment wordt omgegaan met de keuzevakken in het VMBO. Prachtig. Een groot aantal keuzevakken staat ter beschikking voor basis- en kaderleerlingen. Zij kiezen er 4, de GA-leerlingen kiezen er 2. En er is een waaier aan keuze mogelijk. En of je nou kiest voor game design, of je kiest voor de gezonde keuken, of je kiest voor slimme technologie, of je kiest voor iets anders. Het inspireert die leerlingen. Zij maken een keuze. Het geeft hen vleugels. Maar het geeft ook de scholen en de leraren een boost om juist in die keuzevakken te ontwikkelen. En dat zijn mooie voorbeelden die nu al gebeuren. Maar het is ook belangrijk als wij kijken naar dat wenkende perspectief, die wat langere termijn, om bijvoorbeeld te zeggen, nou, dat advies van de basisschool, dat is niet je veronderstelde diploma wat je haalt. Nee, dat is het begin van de overstap naar het voortgezet onderwijs. En je komt daar in een flexibele organisatie en de talenten die jij hebt, die kun je ontwikkelen op een wijze waarop jij dat wil, in overleg met jouw docenten. En dat is zoals we het nu nog niet georganiseerd hebben. Nu wordt toch nog te veel dat advies gezien als iets van dat veronderstelde eindniveau. Waar leerlingen misschien in die sjoelbak duiken of in die fuik. En dat is nou precies wat we niet zouden willen. Wat ook belangrijk is, denk ik, voor zo'n wenkend perspectief, dat is dat we ons goed realiseren dat we winst kunnen boeken door leerlingen met hun verschillende achtergronden en hun verschillende talenten langer bij elkaar te houden. Langer bij elkaar te houden. En dat betekent dat we anders moeten aankijken tegen dat onderscheid tussen beroepsoriënterend onderwijs en algemeen vormend onderwijs. Waarom hebben havisten of VWO'ers geen beroepsgerichte vakken? Dat we anders moeten aankijken tegen het leren in de school en daarbuiten. Je kunt van spijbelacties vinden wat je wil, maar het heeft heel veel dynamiek opgeleverd. En ik heb zoveel gehoord, dit is toch burgerschap?
We selecteren onze jongeren op 12-jarige leeftijd. Maar laten we dat niet doen. Ik wil dat echt benadrukken. En ik denk ook dat we het daar in het kader van het bieden van gelijke kansen met elkaar over eens zijn. Laten we met elkaar voorkomen dat de sociaal-economische segregatie al op 12-jarige leeftijd in ons land begint. Ik zag daar een mooi voorbeeld van bij de Fokschool in Amsterdam. Misschien heeft u het artikel een paar weken geleden in de Volkskrant gelezen. Dat zou inspirerend kunnen zijn voor anderen. En we hoeven niet te kopiëren, maar we kunnen ons wel laten inspireren. En dat kan op een veelheid van manieren. Maar dat wenkende perspectief is er niet alleen voor leerlingen. Het is er ook voor leraren. Een agenda met veel minder werkdruk, met meer werkplezier. Met een fatsoenlijk salaris in het PO is daar nog een uitdaging. Waarbij ontwikkeltijd is. Waarbij ruimte is voor professionalisering. Waarbij uiteindelijk de maatschappij dat ook veel meer en beter weet te erkennen en waarderen. Waarbij het vak omhoog gaat. Er is een wenkend perspectief voor schoolleiders en bestuurders. Die nu af en toe, door sommigen, met de nek worden aangekeken. Zeer ten onrechte, maar tegelijkertijd hebben we ook een eigen opdracht. En dat wenkende perspectief, dat is dat je vanuit een breed gedragen, consistente lijn op je eigen school en op je eigen manier de ruimte vindt om die transitie waar het onderwijs in zit, in het VO, als onderdeel van de hele keten, daar vorm aan te geven. En er is het wenkende perspectief voor de samenleving zelf. Omdat we op de wijze waarop we dit zouden kunnen doen, onze jonge leerlingen, kinderen, leerlingen, studenten, op een nog betere wijze voorbereiden als betrokken, participerende burgers in een sterke, democratische samenleving en rechtsstaat. En dat is denk ik ook iets wat winst is. En ik weet door al die bezoeken die ik op scholen mag afleggen, dat dit niet een wenkend perspectief is wat u vreemd voorkomt. Sterker nog, ik weet dat u het herkent. Nog sterker, ik weet dat u ermee bezig bent. Vaak zeg ik dat er geen enkele school is die precies met dit soort dingen niet bezig is. Maar dat het lastig is. En dat je dag in dag uit met allerlei vraagstukken wordt geconfronteerd die je misschien daarvan afleiden. En het is precies die samenhang die ons zou kunnen helpen om u dat nog betere onderwijs te laten geven op de scholen en in eerste instantie met de mensen in het primaire proces die daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat roept natuurlijk de vraag op, hoe doen we dat? Hoe doen we dat? We doen dat, denk ik, door al die partijen in eerste instantie meer bij elkaar te brengen. En dan heb ik het over de vertegenwoordigers van leraren. Ik heb het over ouders. Ik heb het over leerlingen. Ik heb het over het bedrijfsleven. Ik heb het uiteraard over onze collega's in de sector. Maar natuurlijk ook de overheid en de politiek of de politieke partijen. En wat daar ook voor nodig is, dat is dat we de bereidheid moeten hebben om bij tijd en wijle over onze eigen schaduw heen te stappen. Dat we nadenken over de vraag, wat is die gezamenlijke ambitie? Wat is die gezamenlijke visie? Wat is die gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben? We zijn tenslotte allemaal maar passanten, maar we hebben een grotere verantwoordelijkheid voor het onderwijs als geheel en als onderdeel van iets wat essentieel is in ons land. Ik zie daar ook weer mooie voorbeelden van. Ik was een paar weken geleden in Zutphen, waar van oorsprong twee scholen van twee verschillende besturen iets besloten wat ik denk een paar jaar geleden ondenkbaar zou zijn. Want in het kader van de krimp moesten ze van 4 naar 3 scholen. En die twee scholen besloten zichzelf op te heffen, 1 nieuwe school te vormen, met eigentijds onderwijs, een nieuw onderwijsconcept. En ik heb die leerlingen daarover horen spreken. En als je dan de twinkeling in de ogen van die leerlingen ziet, dan denk je, dit zijn voorbeelden en niet de enige. Dit zijn voorbeelden die het vertellen waard zijn. Deze kant kunnen we op. En nogmaals, niet om te kopiëren, wel om te inspireren.
Wij moeten dus echt nog beter en meer de handen ineens slaan om uiteindelijk voor die toekomstige leerlingen het onderwijs te bieden wat we met elkaar zouden willen. En dat kan denk ik alleen maar in een cultuur van vertrouwen en minder dat wantrouwen. Dat kan alleen maar in een situatie van meer gedeeltelijk eigenaarschap en iets minder dat deelbelang. En dat gaat ook over de vraag of je een gedeeld beeld hebt vanuit de publieke opdracht, de maatschappelijke functie die we met elkaar hebben, om dat eigentijdse onderwijs op je eigen school en op je eigen manier, maar in samenwerking met anderen, vorm te geven. Ik denk dat dat belangrijk is. En dat bracht ons bij het idee, zo al pratend, te zeggen, het is belangrijk dat wij nu in samenhang en voor de langere termijn dat antwoord gaan vinden. De grote lijnen. En dat kan in een onderwijspact wat een looptijd heeft van tenminste 10 jaar. Waarin we die onderlinge verschillen proberen te bespreken en op te lossen. Waarin er winst is voor een ieder. Waarin een deelbelang ondergeschikt is aan het algemeen belang. En als dan een instellingsbelang botst op een publiek belang, dan wint de tweede het van de eerste. Als een leerling of studentbelang botst op het instellingsbelang, dan verliest de tweede van de eerste. Zo moeten we, denk ik, beter gaan kijken. Zo zouden we zo'n pact kunnen gaan formuleren met allemaal winnaars. Want natuurlijk, dan zijn ouders winnaars. Zij zien dan hun kinderen als gemotiveerde leerlingen op de scholen zich voorbereiden op een actieve rol, een eigen rol, kwetsbare leerlingen, minder kwetsbare leerlingen, geen kwetsbare leerlingen in die samenleving van de toekomst. Daar zit voor leerlingen natuurlijk veel winst, maar er zit voor leraren winst. Ik sprak al even over minder werkdruk, meer aanzien, meer werkplezier en een beter imago. Ik sprak voor winst van de keten door veel meer de onderlinge verbanden te zoeken en vanuit het wij-denken te gaan opereren. Winst ook voor de politiek, omdat zij zien dat er een veld is wat het initiatief neemt en de politiek kan zich dan beperken tot hoofdlijnen en sturen op die hoofdlijnen, die gaan over stelsel en die gaan over de financiering van het onderwijs. Daar zo nog een enkele opmerking over. Maar uiteindelijk natuurlijk toch met de hoofdprijs voor de leerling. Dat is waar we met elkaar naartoe zouden willen. Maar dat betekent nogal wat. Dat betekent nogal wat. Want hier dat uitspreken is één. Maar er is ook de dag van morgen. Maar er is nog de hele dag waar jullie mij over kunnen aanspreken. Maar dat terzijde. Maar het is ook de dag van morgen en de komende weken en maanden. Maar wat betekent het voor ons? Wat het voor ons betekent, is dat de autonomie die de scholen hebben en houden, wat ons betreft, benut wordt voor de publieke opdracht die we met elkaar hebben. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat we denken vanuit die keten. Ik zie daar prachtige voorbeelden van. Ik was onlangs in West-Friesland, dus niet te verwarren met het westen van Friesland, dus voor de topografisch wat minder getalenteerden, dat is dus daarboven Alkmaar, zou ik maar zeggen. En daar hebben scholen echt afspraken gemaakt. Afspraken hoe om te gaan met het lerarentekort. Afspraken over een breed onderwijsaanbod. In de periode van de aanmeldingen elkaar niet beconcurreren, maar met elkaar campagne voeren om duidelijk te maken aan ouders en leerlingen, dit is ons onderwijsaanbod en dit is de diversiteit en hier kunt u tussen kiezen. Prachtig voorbeeld. Prachtig voorbeeld. En het is ook hier weer niet het enige voorbeeld. Maar ik wil die voorbeelden noemen omdat ik getroffen ben door datgene wat er in het kader van die uitdagingen waar ik eerder al over sprak, allemaal mogelijk is en ook voor een deel gebeurt. Voor een deel gebeurt. Want er is ook een ander deel. En dat is dat wij als vereniging afspraken maken, maar dat niet iedereen zich daar als vanzelf aan houdt. Er zijn ook de voorbeelden, helaas, dat scholen op bepaalde plekken elkaar niet weten te vinden. Sterker nog, dat ze met de rug naar elkaar toe staan. Of dat ze bakken met geld uitgeven aan marketing om die niet te vinden leerling uiteindelijk op een of andere manier nog naar die school te krijgen. Dames en heren, het is de 21ste eeuw. Laten we met elkaar afspraken maken. Laten we samenwerken en niet met de rug naar elkaar sturen. En laten wij het onderwijsgeld goed benutten en van die andere gekkigheid afscheid nemen. Het betekent ook iets voor leraren.
Want leraren zullen zich als representatieve groep ook moeten organiseren. Het betekent ook iets voor de overheid. Want wij vragen ruimte van de overheid. Wij vragen bij tijd en wijle wettelijke ruimte. Het vraagt van de overheid om een gezamenlijk idee vanuit het veld ook daadwerkelijk te omarmen. En het vraagt van de overheid, ik kan dat niet genoeg benadrukken, en het gaat niet altijd, zeker niet altijd, alleen om geld. Maar het vraagt wel om een meerjarig investeringsprogramma, zodat scholen kunnen rekenen op extra financiën om op een aantal terreinen die transitie, die echt noodzakelijk is, waar we middenin zitten, mogelijk te maken. Dan wilt u natuurlijk weten, ja, wat betekent dat dan concreet? En dat is best ingewikkeld. Maar laat ik u één voorbeeld geven. Misschien gevoelig, maar dan toch, als gedachte-experiment. Of misschien iets meer dan dat. Hoe zou dat nou op de langere termijn moeten? In de relatie tussen scholen en onze partners, vaak aan de andere kant van de tafel, de leraar. Hoe kan dat wij-gevoel nou ontstaan? Wat zou daar nou de contouren van zo'n pact kunnen zijn? Leraren willen minder werkdruk. In het basisonderwijs nog meer salaris. Ze willen meer zeggenschap. En ze willen meer werkzekerheid. Wij in een transitie van scholen zeggen, in dat nieuwere onderwijs is het nodig dat die organisatie flexibeler is en daar past geen taakbeleid. We zijn echt met elkaar een keer toe aan de vernieuwing van dat hele bevoegdhedensysteem. En wij willen met elkaar zeker minder lestijd, maar dan ook meer ontwikkeltijd op weg naar nog beter onderwijs. Zou het dan mogelijk zijn? Durven wij met elkaar te praten over een afspraak waarin we met elkaar afspreken dat leraren over een reeks van jaren zekerheid krijgen over werk. Dat die werkdruk naar beneden gaat. Dat er met overleg met de overheid meer salaris komt voor het basisonderwijs en dat die zeggenschap nog versterkt zou kunnen worden in een situatie waarin inderdaad meer ontwikkeltijd komt. Flexibele schoolorganisaties kunnen ontstaan en het taakbeleid wordt afgeschaft. En het bevoegdhedenstelsel wordt herzien op een wijze dat we daar de komende jaren daadwerkelijk mee uit de voeten kunnen. Dat zou een pact kunnen zijn, of een onderdeel van een pact, waarbij je op een nieuwe wijze aankijkt tegen de verhouding tussen flexibiliteit en zekerheid, waar scholen mee uit de voeten kunnen, waar winst is voor leerlingen en leraren en waar de uiteindelijke winst zit voor onze leerlingen. Dat is maar een voorbeeld. Maar we moeten ook durven spreken over de vraag, en hoe willen we dan meer brede brugklassen vanuit dat idee van leerlingen langer bij elkaar laten zitten? We moeten durven spreken over de vraag, is het niet vreemd dat de opleidingsduur in ons voortgezet onderwijs zo kort is voor de wat meer praktisch getalenteerd en zoveel langer voor de wat meer theoretisch getalenteerde leerlingen? 4 jaar in het VMBO, 6 jaar in het VWO. Moeten we dat niet gelijk trekken naar 5 of 6 jaar? En wat betekent dat dan precies? En hoe kunnen we de aansluiting met het vervolgonderwijs dan verbeteren? En als wij meer aan talentontwikkeling willen doen en dat maatwerk nog beter in de scholen willen verdisconteren en laten landen en de flexibiliteit benutten die er dan in het kader van dat pact ontstaat, wat betekent dan een VO-diploma? En hoe kan dat VO-diploma dan aansluiten op de vervolgstappen die de leerling maakt in het MBO, het HBO of het wetenschappelijk onderwijs? Dat zijn cruciale vragen die nu op de tafel liggen. Tot slot, ik denk dat het nodig is om hierover het gesprek, ik zeg niet te starten, ik zeg voort te zetten. Want dat is wat we de afgelopen periode gedaan hebben. We voelen met elkaar de urgentie om die vervolgslag te gaan maken. Er is het momentum, 2 jaar voor de verkiezingen, over 1 jaar gaan de politieke partijen de programma's weer schrijven en ik weet 1 ding zeker. Als er niks in een nieuwe regeerakkoord komt, gebeurt er ook niks. Als er wel iets in een nieuwe regeerakkoord komt, dan gebeurt er misschien wat.
En wij zijn degene die dat met elkaar kunnen bepalen. En de kracht van de onderwijsketen wordt natuurlijk bepaald door de zwakste schakel. Laat er geen zwakke schakel ontstaan. Laten we dat gesprek met elkaar voeren. Laten we dat in een half jaar proberen af te ronden. Laten we doen alsof er de urgentie is van een kabinetsformatie waarin we met elkaar in de pressure cooker duiken, elkaar af en toe ook opsluiten en niet zeggen nee, over 6 weken proberen we weer ergens tussen 4 en 6 een momentje te vinden om het gesprek voor te zetten. Want dat is niet de vorm die de uitdrukking is van de urgentie en het momentum waarvan ik voel dat het er is. En dat is wat we zouden moeten doen. Dat is dit jaar werken. Dit jaar, 2019, aan zo'n pact voor Nederland, onderwijsland, zodat we het direct daarna met elkaar en met de politiek kunnen uitvoeren met de grote winnaars, onze kinderen, de leerlingen en de studenten van deze tijd. Dank u wel.